voor Utrecht. Wat is dat? Het is een stichting die zich inzet tegen eenzaamheid onder ouderen in Noordwest. Dus Zuilen, Ondiep en Pelsweert. En hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om dit te organiseren voor de ouderen? Het idee kwam van Jacqueline Stukkebo van Lieve de Kei. Die wilde voor haar groep activiteiten organiseren die ook de verbinding opzochten met de buitenwereld. En zo zijn we de samenwerking aangegaan en werd het uiteindelijk een hele grote buurtpicknick voor 150 ouderen. En het maakt het zo leuk omdat eigenlijk alle organisaties die nemen hun eigen mensen mee. Dus wij hoeven niet heel veel aan reclame te doen, eigenlijk helemaal niet. En inmiddels is het een appeltje eitje, zoals Jacqueline al zegt. En dat vinden wij juist zo leuk. Dat iedereen elkaar op een ongedwongen manier kan begroeten, ontmoeten en soms elkaar ook weer terugvinden. Dus ik ga het helemaal niet lang maken. Behalve dat ik een heel groot applaus wil voor Wim Hoefhakker. Die staat achter zijn orgel, want ik vind het fantastisch dat hij er vandaag is. U zorgt voor een prachtige muziek hier, hè? Ja, die ouderen die genieten daarvan, hè. Het is gewoon geweldig. En een beetje oude muziek draaien, leuk, ja. Want u bent ook een vrijwilliger, hè? U doet ook als vrijwilliger, ja, zeker, dit, hè? Zeker, het is allemaal liefdewerk, hoor, dit. Echt, ik geniet er zelf ook van. Hoe vindt u het vandaag hier? Heel gezellig. Ja? Wat vindt u het leukste om te doen? Een gezelligheid maken met de ouderen. Lachen, dollen. We zijn echte Utrechtsers, dus we maken er altijd een pleziertje van. En u bent vrijwilliger, hoe gaat dat? Ja, goed. Ja? Vind je het leuk om te doen? Ja, sinds ik doe het al heel wat jaartjes. En ik werk al heel lang met Jacqueline samen. En dat heb ik van UW-bedrijven, de sociale werkvoorziening van Utrecht, vroeger gedaan. En nu ben ik gepensioneerd en nu doen we het alsnog samen. En wat maakt het zo leuk? Je brengt mensen samen en je krijgt meer saamhorigheid. Dus mensen willen weer naar elkaar luisteren. En ja, er worden heel veel dingetjes besproken op zo'n middagje. En ik wil de basisschool De Piramide natuurlijk heel erg bedanken. Wat ga jij precies doen? De ouderen drinken geven. Ja? Vind je het leuk om te doen? Ja. Nou ja, weet je, eten moet iedereen. En wat is er nou gezelliger om met z'n allen te eten? Dus en gezelligheid, en samen eten, en andere mensen ontmoeten. Helemaal top. Moet dat niet vaker gebeuren per jaar? Ja, eigenlijk wel. Wat gaan ze allemaal doen? Nou ja, we hebben in ieder geval het orgel staan, we kunnen een dansje maken, we gaan een, denk ik ook wel ergens een liedje zingen, we gaan eten, ze krijgen een drankje. En als mensen willen kunnen ze ook naar de dierenweide gaan om te kijken, maar niks hoeft, alles mag. Wat wil je uiteindelijk bereiken hiermee? Ik wil eigenlijk bereiken dat mensen elkaar weer gaan zien, dat mensen elkaar weer ontmoeten. Want je hebt sommige mensen die zien elkaar jaren niet en die ontmoeten elkaar dan weer hier bij de buurtpicknick. Maar vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een mevrouw gehad die heeft na 40 jaar weer op een schommel gezeten. Dus eigenlijk de gewone dingen die jij en ik ook doen, dat we mensen weer gewoon laten ervaren, maar op een ongedwongen manier. Gewoon met gezelligheid met elkaar. Dit kan natuurlijk alleen maar doordat we ontzettend leuke sponsoren om ons heen hebben. Zoals Antje Drijven, paviljoentje die ons helpt met de vrieskist uit te lenen. De Colle Kitchen die verzorgt de ijsjes. Albert Heijn is een hele belangrijke speler geweest. Albert Heijn Rocade. Die al het eten heeft gesponsord. En ik moet natuurlijk niemand vergeten. Charlo en Buren voor Buren. En de Stichting Mohoeka. Ja, die zetten zich allemaal in voor deze dag. En willen jullie iets tegen de kijker zeggen? Kijk naar je buren om. Vraag hoe het met ze is. Maak een praatje met je. Want weet je, als je zelf eenzaam bent, zou je dat ook heel fantastisch vinden als iemand anders dat bij jou deed. En vaak hoef je niks te doen. Is alleen maar goedemorgen of goedemiddag zeggen voldoende. Ja. Dat is het.